Alright boys. Welkom terug bij Online Soccer Manager. En we krijgen hier een paar achievements. Bla 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 bla. Beker, dinges. En je hebt gewoon al een geweldige prestatie, dankjewel. We hebben 1 gewonnen tegen Racing Genk. We hebben uh, nog spannende wedstrijden gespeeld. En laten we gewoon bij het begin beginnen. Voilà, de beker. We zijn door. We hadden gewonnen tegen Kortrijk met 1-0. En nu zitten we in de kwartfinale. Lokeren wij dus spelen tegen Mechelen. Leerste speelt tegen Standaard, Westerlo tegen Genk, Club Brugge tegen Wasland beveren Dus inderdaad, Gent, Anderlecht liggen er al uit. Kijk hier maar naar de eerste ronde. Uh, kijk, Wasland beveren tegen Gent met Penalty's, Wasland beveren door. Dan Anderlecht verloren tegen Westerlo met Penalty's. Dus dat is echt wel uh, gek. Nu de, uh, in de competitie standen. dat hebben we gewoon tegen Genk uh, staan we terug derde. Dan daar heeft de match verloren. Dus we staan gewoon derde. 17 punten. Anderlecht heeft er 19. En Bruggen heeft er 21. Bruggen heeft nog niets verloren. Maar we staan gewoon mega goed. Hè. Top 3 is heel goed verlopen. Ik ben daar heel blij om. Uh, bestuur is ook zeer enthousiast. Dat is redelijk logisch. We staan als manager ook derde van uh, het meeste punten. Enkel uh, deze persoon van Westerlo staat uh, nog boven ons. Het is een Portugees. Echt zot. Wel, die doet daar niet slecht. En ja, dus de volgende match is tegen Kortrijk. Hè. Daar moeten we ons zeker op voorbereiden. Het is een thuiswedstrijd. Niet iedereen gaat mega fris zijn. Maar we moeten eens uh, kunnen kijken wat er allemaal aan de hand is. Want mijn team staat. We hebben uh, Maric die een wedstrijd geblesseerd Is Merten. Is dat een schorsing van twee wedstrijden? Maar we hebben dat aangevochten. Er is nog maar één wedstrijd. En Bij de training had Dutra plus 1 gekregen. Patosi plus 1. Odoi plus 1. Coppa niets. En de volgende match gaan we Raman, Patosi, Mertens en Coppa trainen. Maar ja, Coppa, dat weten we dat hij niet gaat levelen. Uh, Patosi is ook zijn laatste wedstrijd dat hij niet mag meespelen. Ik ga kei blij zijn als hij terug mee kan spelen. En dan uh, ja, hebben we hem toch wel goed kunnen levelen in de tijd dat zijn matchen niet goed waren. Raman heeft nog altijd niet gescoord voor ons, daarmee dat ik hem terug had uh, laten trainen. En we gaan eens kijken of we iemand kunnen kopen. We hebben 8 miljoen. Ik zie hier niet veel soeps tussen staan. Bellen, de aanvaller. Hier, 26 jaar, 80. Nee, zo niets. Huddleston kunnen we bijna kopen. Dan misschien Montari. Misschien dat we Huddleston moeten kopen. Geen idee. Ik zou liefst eerst nog een verdediger willen. Maar uh, dat zien we dan wel. We beginnen gewoon geld te krijgen. En dat is uh, het allerbelangrijkste. Voor de responsors, uh, alles loopt ook nog, dat is zeer goed. Uh, uitslagen, bla, niet speciaal. Clubtag is tactiek. Uh, ja, nog altijd agressief, zowat zelf eigenlijk. Mentaliteit, misschien op offensief zetten tegen Kortrijk. En uh, wie komen we dan tegen na Kortrijk? Hè? Westerlo, die moeilijke wedstrijd. Als we die kunnen winnen, kunnen we misschien uh, een goede zaak doen. En dan tegen Moes Kroen kunnen we onze toppers iets laten rusten. Want Daarna we beginnen we dan terug. Standaard, Zulte. Geen gemakkelijke matchen. Maar dat is natuurlijk allemaal nog toekomstmuziek. Als we in de beker ook al redelijk ver kunnen geraken, zou ik al heel blij zijn. En nu voor op de einde, ja, gaan we nog eens naar de krant kijken. Hè. Dat is uh, het belangrijkste. Uh... Hm. Eens kijken. Elftal van de week, nee, smit. Bij Cerkele Brugge op 1. Jesse van uh, voor Club Brugge. Zalza voor Club Brugge, Van der Brugge Gent. En Poco Club Brugge. De Jager Sporting Lokeren staat ertussen. Uh, Sols Club Brugge. Engels Club Brugge. Wils Cerkele Brugge, Koch Cerkele Brugge En Krul van Sporting Lokeren. Ook de beste keeper. Ja. Super zalig. Maar blijkbaar heeft Cerkel wel een paar goede aankopen gedaan. Laten we eens kijken. Ja, Ze hebben die Nees gekocht. En die al zeven golen gemaakt. Holy moly, dat is wel heel veel goal. al. Nou. Ik had die jongen moeten hebben. <laughs> maar uh, ik ga eens even kijken. Er zal nog niemand zijn die dat we kunnen gebruiken van cerkelende. Nee. Niet direct mijn zin dat ik daar tussen ben. Klub uh, Kijken. Castillo, Jesse, 90. Oh my god. Ischierdo, Rafael Saza, Simons. Echt een mega zotte pluier van Klebrugge. Uh, Ni Malos, Skols, Meunier. Dan Ryan, 80. Zoet ook, dat nog eens gekocht. Klebrugge gaat onverslaanbaar zijn, denk ik. Maar dit was voor deze aflevering jongens. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En zoals altijd, je moet altijd een comment, een like plaatsen. En tot de volgende keer.